Kijk, die was wel lekker recht. Oké, waar ik hiermee bezig ben met oefenen, is eigenlijk op de richting. Dus eigenlijk ook hoe mijn putter op het moment van raken is ten opzichte van mijn doel. Dus wat ik hier heb, is een lasertje. En het lasertje geeft precies aan waar ik naartoe moet. Niet iedereen heeft dat natuurlijk thuis. Maar wat je wel goed kunt doen, zoals ik hier heb gedaan, is twee plukjes neerleggen. Je zou ze natuurlijk nog veel smaller kunnen doen. Ietsjes smaller dan, of ietsjes breder dan een bal. En wat je dan doet, is dan ga je proberen hier tussen te putten. En je kan ook zeggen van oké, ik ga vanaf eerst beginnen met één of twee puts. Waarbij ik hem, zeg maar, de clubs niet heel erg breed, niet heel erg smal op liggen. En dan doe ik het wat smaller. En dan ga je het weer proberen. Dezelfde manier. En dus de richting van de put, dat wordt veroorzaakt door hoe dit staat op impact. Hè? Dus als ik hem naar links kantel, dan gaat de bal natuurlijk naar links. Naar rechts, naar rechts. Heel simpel. Maar op deze manier ben je veel meer bewust, doordat die twee clubs te liggen, waar je naartoe moet putten. Nou, dit helpt natuurlijk een beetje. Dus de controle over het clubblad wordt daarmee getraind. Succes met oefenen!